weer het Nederlands. De Nissan's driver impression voor de Nissan's. Er zitten in Assetto Corsa Competizione 2 Nissan modellen. Er zijn de GTR Nismo GT3 uit 2015. En hetzelfde model uit 2018. Daar zitten wat kleine uiterlijke verschillen in. Die zitten met name rond de voorkant. De grill is anders. De wishbone is anders. Dit zijn wat luchtgeleiders die wat anders zijn. Voor de rest is hij redelijk gelijk. Lijkt ook heel veel op de GTR Skyline. Normale auto die we kennen van de straat. Ook een motor voorin. En wat met name opvalt hierin. Dit is een van de weinige auto's met een V6 motor. Beide auto's hebben dezelfde 3,7 liter uit mijn hoofd. 3,7, 3,8 liter V6 motor voorin. Met een twin turbo. Dat is een kleinere motor dus dan een gemiddelde GT3 auto. En dat merk je. Er zit wat minder vermogen in. Het belangrijkste verschil wat ik vind tussen de 2015 en 2018. 2015 is een hele snelle auto. Topsnelheid op Podicar 283 km per uur. Dat is tot nu toe de snelste die ik gezien heb. Maar is ook niet zo wendbaar. Hij is een beetje stug. De 2018 versie daarentegen roteert wat makkelijker uit bochten. Is wat wendbaarder. Maar heeft toch een beduidend lagere topsnelheid. 276, 275. Dus ik ga met allebei een rondje doen op Polycar. Beginnen met de 2015. En eens kijken wat we ervan vinden. Zoals altijd neem ik een standaard aggressive setup, verandering voor er is niks aan. En wat mij meteen opvalt hier in de cockpit is een wat ouderwets cockpit geheel 2015. Wat me niet bevalt is het stuur, want de bovenkant van het stuur zit bijna op mijn RPM teller. Ik zit met Track IR te spelen. Dus ik moet wat meer op van gehoor vertrouwen, omdat ik niet in de limiter loop dan wanneer ik naar de lichtjes ga kijken. Voor de rest, spiegel daar, maar die spiegel zit uit een beetje uit het zicht. Dus je moet kijken, of je moet daar kijken. Dus het zicht om je heen, spatial awareness, is niet zo geweldig. Dat al gezegd hebbende, we gaan ze lekker rijden. Een beetje aan de persoonlijke voorkeur wat het geluid doet. Persoonlijk vind ik deze V6 in de Nismo een stuk matter, een stuk tammer klinken dan de brullende V8'en die we gewend zijn in de meeste GT3's of zelfs V10's. Dan moet je niet eens een Audi rijden met een V10. De auto reageert voor de rest wel goed. Klein beetje onderstuur, maar omdat hij niet zo'n zware motor voorin heeft, heeft hij ook wat minder last van onderstuur dan de andere front-engine auto's. En dan denk je, ach, het is maar een V6'je. Maar als ik dan kijk naar hoe dit accelereert, kijk naar die snelheid, blijft op gelijke tred oplopen. Het blijft op gelijke tred accelereren. Nu pas komt er wat vertraging. Dan zit je boven de 270. Kijk, 280 km per uur. 281. Insturen wil nu niet zo goed. Het maakt al met al een vrij beheersbare auto. Het is geen moeilijke auto om te bereiden. Zelf vind ik wel dat het vermogen toch achterblijft, de torque achterblijft, de trekker achterblijft bij de grotere motoren. Een auto is van zichzelf wel vrij wendbaar. Goed bereikbaar in zowel de hele langzame bochten als in de wat snellere bochten. En wat is het? Wat is het dan proberen?
geld niet voor een taal zijn. Maar het gaat er even over zien hoe snel we op kunnen rijden. Ik ben zelf niet zo'n fan van het motorgeluid. Met name vanwege die hoge piek van de turbo's. Het V6 geluid zelf kan ik waarderen. Maar die hele hoge piek die nu in zit van die maximale turbodruk, die vind ik niet zo fijn. Oh, de smaakverschillen. En kijk die snelheid eens, jongens. Het lijkt me doorklingen. Dit is echt heel snel. Deze auto is heel rustig. Er zit heel veel vijandigheid in. Hoogstens wat overstuur als je bocht uitkomt. Maar ook geen hele rap. 2-0-3. Zullen we de replay gaan bekijken? Ook van buiten is het geluid wat, ja, wat tammer gewoon. Ik vind de achterkant wel heel mooi. Die grote remlichten. Die vlakke achterkant, die grote vleugel erop. Het is wel een auto met een bepaalde uitstraling. Zijn neus heeft wat weg van de Jaguar. Je ziet dat hij vrij beheerst door de bocht heen gestuurd wordt. Dat hij niet echt twitchy wordt of hobbelig wordt. De topsnelheid is best indrukwekkend. We hebben die maar, tussen aanhalingstekens, over een 3.8 liter V6. Als we toch kijken naar wat we de Bentley's al gezien hebben en de Aston Martin's al gezien hebben, die allemaal V8's hebben in de range van 5 liter. Dat zijn toch wel de wat grotere paardenkrachtjes. Kijk, hier is het onderstuur wel evident. Veel geknetter uit uitlaten. Ik denk dat een leuk ook wel is dat de Nissan GT-R Skyline, dus de wegversie van de auto, is best wel vaak te zien. Er zijn veel mensen die zo'n auto hebben, zeker tweedehands, is helemaal niet zo verschrikkelijk duur. Dus je kan je er wel mee vereenzelvigen met die auto. Dat is misschien wel een voordeel hierin. Kan ik me voorstellen. Al met al geen verkeerde lelijke auto. Maar dan gaan we nu naar zijn jongere broertje. De 2018 versie. Is bijna hetzelfde qua graphics, qua uiterlijk. Verschillen zitten onder de motorkap. En dat ga ik laten zien. Om te beginnen met fijne stuur. Dus het dashboard is wat beter te zien. Nog steeds geen camera's binnen, nog steeds die gekke vlakke spiegel op een hoek waarvan je zegt van ja, ik kan hier niks door zien. Een rechter achteruitkijkspiegel waar je niks aan hebt omdat die achter de rolbar zit.
Dus eigenlijk alleen dat ene spiegeltje links. Zelfde motorgeluid. Eigenlijk op het stuur na. Dezelfde auto. Wat mij meteen opvalt is deze auto die laat zich wat makkelijker insturen. Minder onderstuur. Minder neiging tot overstuur bij een corner exit. De auto heeft een wat zachtaardiger karakter gekregen in handling. Maar het verliest daardoor wel wat. Namelijk topsnelheid. Het is een beetje choose your poison. Wat wil je? Betere bestuurbaarheid in de bochten, waardoor je daar sneller bent, maar op het lange stuk minder snel. Of wil je topsnelheid pakken op het lange stuk en in de bochten wat minder presteren. Ik zelf eigenlijk zien dat de 2015-2018 Nismo's verschillend presteren op basis van een soort circuit waar je ze rijdt. Wat er uitmaakt, weet je, dat is natuurlijk hoe het uitkomt. Te rijden maakt heel veel uit. Ik ben zeker niet de beste coureur. Maar ook een soort ski. Ik kan me zo voorstellen dat Paul Ricard en Monza een beter ski zijn voor de 15 dan de 18. Maar een langzame ski als Brands Hatch of Zandvoort de 2018 versie meer recht zullen doen dan de 2015. Laten we eens kijken of de tijd in kunnen zetten. 2015 had een tijd van 2 minuten 3. Dat was een niet geldige tijd. Ik denk dat ik het sneller had kunnen vanuit 2 minuten 1 gereden ooit. Nou, dit gaat meteen lekker. Ja, in veel reden. En een slechte ronde. Zoals ik zei, in de 2015 heb ik volgens mij ooit 2 minuten 2 minuten 1 gereden, maar nooit onder de 2 minuten. Dat was er trouwens van een remfout mijnerzijds. Te laat mijn rempunt gepakt. En dan maakt het niet meer uit wat de versie auto je rijdt. Als je te laat remt, dan ga je rechtdoor. Niet dat dit een langzame auto is natuurlijk. Topsnelheid ligt nog steeds hoog in de 270. Dat is bijna al andere modellen. Des te meer valt op als het model is dat eigenlijk relatief makkelijk boven de 280 kruipt. Kleinere motoren overigens maakt de auto ook zuiniger. Net als de Aston Martin V8 is dit een auto die bij uitstek geschikt is voor endurance races. Als je de banden maar een beetje heel houdt, dan kun je dus gewoon langere stints rijden. Dan wel, stint rijden met minder brandstof, waardoor je dus toch weer een gewichtsvoordeel op je tegenstanders krijgt en dus snelheid. Ook hier het heese geluid van de V6, wat ik wel mooi vind. Maar die piepronde van de dubbele turbo's die vind ik echt te aanwezig. Nog één. Ach jongens, en weer.
pak er toch weer het onderstuur op. Nou, eens kijken hoeveel tijd we neerzetten. Bewijs brengen van curvetones, van hobbels. Kijken. Hier van buiten dat wat tamme V6 geluid. Komt niet heel agressief over. Nou, voor de rest is het helemaal geen verkeerde auto. Het stuurt prima. Het heeft nergens echt de neiging om keihard te ondersturen, keihard over te sturen. Qua weggedrag is die eigenlijk wel goed. Maar ik haalde zelf niet zo snel de tijden mee. Je zag het nu ook, ik heb nu een 201 gereden met 2015 203. Dan weet ik zeker dat ik met de 2018 wel onder de 2 minuten ben geweest. En met de 2015 niet, net boven de 2 minuten. Nou, dat gezegd hebben, dat is natuurlijk wel een teken aan de wand. Dat deze auto wellicht niet zo goed presteert op Polycar. Maar wel beter presteert op een wat bochtiger zij, wat korter zij, wat minder snel snelheidscircuit. Maar goed, dit gaat natuurlijk om mijn indrukken. Mijn indrukken zijn aardig. Ik haal er niet zoveel lol uit als uit de Bentley of de Aston Martin in ieder geval. Dus ik zal deze auto's ook niet zo snel kiezen. Niet zowel de 2015 als de 2018 Nismo. En dat zit dan met name in het esthetische stuk. Ik vind de cockpit niet zo mooi. En ik vind het geluid van de motor niet zo denderend. En dat vind ik ook belangrijk in mijn hele totale racing ervaring. Maar ik zie wel dat als mensen deze auto zouden kiezen, met name de 2018 versie, dat ze daar heel snel mee zouden kunnen zijn. Dat de auto natuurlijk geen weinig negatief gedrag vertoont, nodigt dat uit tot pushen, tot sneller gaan, tot risico's nemen. En dat mondt weer uit op snelheid en dus hogere tijden. Dit waren de Nissans, mijn impressie ervan. Ik heb volgens mij nog één front engine set te gaan. En dat zijn de AMG's, de Mercedes'en, de Mighty AMG's. Dus die ga ik zo showen en opnemen. Dankjewel voor de aandacht en tot ziens.